wil graag het woord geven aan Marleen, die als lijsttrekker graag het woord wil geven. Ik ga niet zitten hoor. Oh, ik kan nog niet. Nee, ik ga bovenop staan. Dat is ook wel leuk, hè? De volgende keer. Welkom allemaal natuurlijk. En ik ga heel... Ja, Wik, jij houdt in de gaten of het verstaanbaar is. Jullie roepen af en toe hard. Onze generatie wordt dood. Maar hij kan gelukkig nog heel hard praten. Je mag de eerste rij zitten. Het is inmiddels 2018 en daarom wil ik natuurlijk beginnen met jullie de allerbeste wensen. Een gezond en een gelukkig nieuwjaar 2018 en ook heel veel wijsheid wens ik iedereen toe. En ja, ik weet niet wat jullie zoal doen tussen kerst en oud en nieuw, maar ik doe heel weinig. Ik ga altijd met familie en vrienden tijd inhalen, boeken lezen, films kijken. En als ik dan even alleen wil zijn, want ik heb 3 jonge kinderen, die ben ik dan af en toe even zat. Dan ga ik hardlopen of wandelen, want dan willen ze toch niet mee. En dan was ik wel eens zo aan het mijmeren van, ja, wat zou dit jaar, het komende jaar, ons nu gaan brengen. Dus ik ben echt vooruit gaan kijken naar die gemeenteraadscampagne die er dit jaar aankomt. Waar ik ontzettend veel zin in heb. En ook de afgelopen weken mij heel veel mensen hebben gevraagd, ja, wat gaat die PvdA dan eigenlijk doen? En nou, ik heb er wat horoscopen op nageslagen, maar ik moet zeggen, dat bracht mij niet heel veel wijsheid. Hè. Er werd mij heel veel geluk en carrière toegewenst, maar wat dat voor de partij ging betekenen, dat wisten we nog niet. Maar wat ik wel weet is dat ik er heel veel vertrouwen in heb en dat ik van een goede uitslag heb. Want dan ga ik met al die mooie mensen op de lijst, we gaan wij samen ons stinkende best voor doen. En wat ik zelf heel prettig vond, was dat tijdens de verkiezing in het noorden, dat de Partij van de Arbeid er weer stond. En dat geeft ontzettend veel positieve energie om deze campagne te starten met elkaar. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat onze leider ook gaat lukken. Want alle seinen staan op groen. We hebben een geweldige kandidatenlijst. We hebben een prachtig programma. En we hebben ook al heel veel gepresteerd in deze stad de afgelopen 4 jaar. Maar eigenlijk alle decennia die wij hebben mogen meesturen aan onze prachtige stad die er nu goed bij ligt. Want het gaat goed met Leiden, maar helaas nog niet met alle Leidenaren. Dus hoe trots en blij we ook zijn op onze stad, we hebben nog heel veel om voor te knokken. En wat wij willen als Partij van de Arbeid, en ik ook als lijsttrekker, is dat we Leiden samen, socialer, groener en sterker gaan maken. En dan zijn er 3 onderwerpen, wat mij betreft, cruciaal. En dat zijn onderwerpen waarvan we zeggen, daar moeten afspraken over gemaakt worden. In een nieuw college willen wij gaan meedoen. Het eerste punt is die sociale stad. Wij willen als Partij van de Arbeid extra geld, als dat nodig is, voor armoedebestrijding, zorg en ondersteuning voor iedereen in onze stad die dat nodig heeft. Dus als het Rijksbudget niet genoeg is, dan leggen wij daar geld bij. Prima, ik vind het heel goed. Wij willen ook een autoluwe binnenstad. We hebben juist 2 prachtige garages, daar kunnen heel veel auto's in en dan kunnen we weer genieten van het moois wat onze stad te bieden heeft. En we willen duurzaamheid betaalbaar voor iedereen. Goed zo. Ja, ik ga nu even nog wat meer vertellen over waarom we dat dan willen, want we willen Leiden socialer maken, omdat we zien dat te veel mensen in onze stad nog opgroeien in armoede of geen baan hebben. 14% van onze kinderen groeit nog op in deze stad in armoede. Dat zijn er gewoon veel te veel. Er zijn ook veel te veel mensen die niet meedoen en geen baan hebben. En gelukkig daalt de werkloosheid door de economische groei. Maar er is een groep mensen, ouderen, mensen met een andere achtergrond, mensen met een lage opleiding of mensen met beperkingen, waarbij het risico bestaat dat ze blijvend buitenspel komen te staan. Hè? Die ook gewoon niet mee gaan profiteren van die economische groei. En daarom willen wij bijvoorbeeld sleutelbanen gaan invoeren in onze stad, als dat ervan komt. Omdat we denken dat het belangrijk is dat er werk is voor iedereen. En het zijn ook wel mooie banen in de stad, op de scholen, in de zorg, in de wijken, waar mensen heel goed extra handen kunnen gebruiken. En ja, het is gewoon fijn als mensen daarmee uit de uitkering komen en weer een toekomst hebben en perspectief op een mooi leven in onze stad. Leiden socialer maken betekent ook keuzes maken. Als het gaat om de aanpak van armoede, jeugdzorg, welzijnswerk, dan kiezen wij ervoor om te zeggen, als het geld van het Rijk niet genoeg is, dan gaat daar geld bij. En als dat betekent dat de OZB gewoon weer geïndexeerd moet worden, dan gaan we dat ook doen.
Want wij kiezen voor onze kinderen die jeugdzorg nodig hebben, voor onze mensen die het slechter hebben. En we kiezen niet voor het verder verlagen van de OZB. Wij kiezen voor de mensen in onze stad en om dat sociaal te doen. En dat is een keuze waar wij voor staan. Leiden kan en moet ook veel groener. Dat zal niemand van jullie verbazen, want we zijn een van de meest dichtbevolkte steden van het land. De dichtbevolkte na Den Haag. En we willen dat groen hebben, zodat de kinderen in onze stad fijn buiten kunnen spelen in een veilige omgeving. Maar ook de ouderen, waarvan we willen dat die steeds langer thuis blijven wonen, een ommetje in de wijk kunnen maken. Zodat ze ook gezond oud kunnen worden. Dus dat willen wij heel graag. En we willen dat zij... of zelf in hun eigen schanstuin aan de slag kunnen om die water vrij te maken. Dat kan ook. Nee, en we willen duurzaamheid ook betaalbaar maken voor iedereen. Want het is altijd een heel mooi verhaal om te zeggen, gaat u maar investeren in dat groene dak, in die zonnepanelen, in dat energiezuinige huis, want dat verdient u allemaal mooi terug. Maar als je niks te investeren hebt, kun je het ook nooit terugverdienen en komt die business case nooit rond. Dus laten wij ervoor zorgen dat iedereen in onze stad groen kan doen. Dat energiezuinig leven haalbaar en betaalbaar is voor alle mensen in onze stad. En dan moeten wij als overheid dan maar een rol in pakken om daarbij in te investeren. Het moet niet alleen iets van de elite zijn om duurzaam te kunnen leven. Tegel eruit, groen erin. Precies, ja, vind ik een hartstikke goede actie. Dak eruit, groen erop. Nou, jullie horen het al, ideeën genoeg. Ja. Leiden groener maken betekent ook voor andere keuzes maken. En een van die keuzes die ik net ook al genoemd heb, is dat we willen dat er afspraken komen over een autoluwe binnenstad. We hebben fors geïnvesteerd in deze stad in twee mooie parkeergarages. En dat is dus een hele mooie kans om de auto's van de straat in die garages te krijgen. En ook meer ruimte voor groen in die dichtbevolkte stad van ons te krijgen. Dus dat vinden we echt een ontzettend belangrijk punt. Dan tot slot, Leiden sterker maken. Het is natuurlijk al een heel sterke stad met ons Bioscience Park, prachtige universiteit, het LUMC. We hebben goud in handen. En ja, dat ziet iedereen die hier rondloopt, ziet dat ook aan de stad. Maar we moeten ook oog blijven houden voor al die mensen die nodig zijn om die extra huizen te bouwen die we nodig hebben. Om de stad schoon te houden, heel te houden, veilig te houden. Om de zorg te verlenen als we dat aan ons, onze ouders, onze kinderen, als we dat zelf niet meer kunnen. En daarom willen we in Leiden niet alleen de beste universiteit van het land, maar ook het beste mbo. Zodat we goede vakmensen in onze stad houden. Yes. En wat we ook willen is als Leiden voorloper worden als het gaat over het sociaal ondernemerschap. Ik ben nu 4 jaar wethouder en heb me heel mooi bezig mogen houden met mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan het werk helpen. En wat ik gemerkt heb is dat die werkgevers en ondernemers in onze stad ontzettend betrokken zijn bij de stad en heel graag dingen voor mensen willen doen. Maar ze zeggen wel, overheid, help ons een beetje zodat we dat ook kunnen. Zodat we de mensen in onze stad weer een baan kunnen bieden. En dan laten wij graag een sociaal gezicht zien. Dus ik ga me ervoor inzetten dat wij als Leiden in ieder geval op kop lopen worden als het gaat om sociaal ondernemerschap en ondernemers stimuleren om dat te doen. De sociale economie noemen we dat dan heel mooi. Goud in handen, Marijn Tinga voor plastic vrijheid. Ja, we hebben geweldige mensen en ondernemers in de stad. Dus dat gaan we hartstikke mooi doen. Leiden is natuurlijk gewoon een prachtige stad. En dat, kijk naar buiten en dan ziet u het. En een hele fijne stad om te wonen. En daarom willen heel veel mensen hier ook blijven wonen. En er zijn er ook heel veel buitenstaanders die ook nog graag in Leiden willen wonen. Maar de huizen worden steeds duurder, dus er moeten betaalbare woningen bij. Wat wij willen is dat Leiden een stad is waar iedereen kan wonen. Waar iedereen een betaalbaar huis kan vinden en dat we geen stad worden die alleen is voor de rijken. Dus betaalbare woningen erbij, ontzettend belangrijk om iedereen samen in onze stad fijn te kunnen laten wonen. Dat er een plek is voor de nieuwkomers die gevlucht zijn en hier een plek nodig hebben voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor de toekomst. En dames en heren, ik weet dat we een heel ambitieus programma hebben. Geen dichtgetimmerd programma, want als je het samen wil doen, moet je ruimte laten voor de inbreng van anderen. Maar we hebben wel dromen en een visie en een beeld van waar we heen willen met deze stad. Met onze mooie stad. We willen een socialere stad, een groenere stad, een sterkere stad. En we hebben ook het vertrouwen dat dat ons gaat lukken, want we doen het niet alleen, maar we doen het samen. En als de vraag dan gesteld wordt, hè, van die dromen, is dat dan een belofte?
Dan zeg ik, nou, ik weet niet of dat een belofte is of dat we het gaan halen. Want beloftes, hè, altijd best wel lastig. Maar wat ik beloof, en ik weet zeker dat die andere kandidaten op de lijst dat ook doen, is dat wij iedere dag ons stinkende best doen om die droom een klein beetje meer waar te maken. En ik hou ontzettend van dromen, volgens mij heel veel van u. Heb ik ook weer veel gedaan de afgelopen vakantie. En van dromen ga je leven. Daar krijg je inspiratie van, daar ga je harder van lopen. Dus laten wij samen dromen van die hele mooie stad die we hebben, die we dan ook sterker, socialer en groener gaan maken. En kijk, vandaag is de formele start van de campagne. We hebben al een hele mooie dag gehad met onze kandidaat op de lijst om die mee te nemen in het programma en de campagne en elkaar een beetje te leren kennen, want het zijn voor een deel ook nieuwkomers, dus dat was hartstikke mooi. En we zijn ook de markt opgegaan met z'n allen om rozen uit te delen, met mensen te praten. En ja, wat mij opviel is dat eigenlijk heel veel mensen heel blij zijn en trots en enthousiast over de stad waarin ze wonen. En dat, ja, dat is het leuke aan Leiden. Ja, het is natuurlijk zo'n mooie stad. Zodra je hier een stap binnen zet, dat is mij 27 jaar geleden ook gebeurd, dan ben je verliefd en dan ga je van die stad houden. En dat proefde ik ook wel op die markt. Maar mensen hebben ook wel wensen. En nou, een aantal die we echt veel gehoord hebben zijn betaalbare woningen, groene stad en ja, ook sociaal beleid. Dus we hebben natuurlijk gewoon een geweldig programma. En, maar dat wist u allemaal al. En het mooie is dat we nog steeds veel meer wensen op gaan halen in de stad. Want wat wij willen is dat samen doen, zodat we Leiden samen socialer, sterker en groener kunnen maken. En dan zou ik zeggen, nu lang genoeg gepraat, daar is de bron op een geweldige campagne met een ontzettend mooi team. We hebben echt, ja, jij zei het al, ontzettend veel vrijwilligers. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik voel me daar enorm door gesteund ook om dat samen met de mensen op de lijst te doen. Dus wij gaan gewoon een hele mooie uitslag halen op 21 maart. Dank jullie wel.